Je weet niet hoe het is om alleen te zijn. Hij heeft eigenlijk al tegen mij gezegd, papa, ik wil het helemaal zelf doen. Dan wil ik wel zeggen van, hé, maar what the fuck zeg je dit? Het leven is soms verloren, maar jou wil ik niet verliezen. Kind zijn van twee bekende Nederlanders. Dat klinkt toch als een leven vol voordelen en kansen? Sam van Dijk, de zoon van Wendy van Dijk en Xander de Buissonnier, die denkt daar anders over. Hij is druk bezig met zijn muziekcarrière en wil daarbij niet profiteren van zijn bekende ouders. In deze aflevering van Stereotypisch krijgen we een inkijkje in zijn leven. Hallo, goedemorgen in de kou. Hoi, ik ben Firoza. Sam, aangenaam. Hi. Gezellig. Mijn jongen. Lekker? Lekker, met jou. Hallo, Firoza. Nou, kom mee. Yes. Even open, gaat even zitten. Oh. God. Ondanks een gekneusde rib door een longontsteking, wil Sam vandaag zijn nieuwe nummer afmaken. Aan het rennen tot de dood, want misschien is morgen niet beloofd. Je weet niet hoe het is om alleen te zijn. Nu ben ik wat ouder, kan ik lachen om een hete. Waarom maak jij muziek? Wat vind jij erin? Ja, gewoon... lekker mijn ei kwijt kunnen, gewoon kunnen praten. Ja, je kan het eigenlijk zien als een soort dagboek. Mijn notities is gewoon... mensen schrijven hun dagboek en die schrijven de normale tekst en ik schrijf het in rijm en ik rap en zing het. Nee, ik loon niet om mijn tenen naar de ei. In het nummer zingt Sam over de voor- en nadelen van het hebben van bekende ouders. Bekende ouders, natuurlijk heeft het voordelen. Maar jullie weten echt niet of veroordelen. Hij deelde zijn nummer eerder op TikTok en dat ging direct viral. Veel gaan weten hoe ik ben. Het zat 900.000 views in een dag of zoiets. Elke als ik refresh, kwamen mijn dingen bij. En heel veel positieve reacties. Ook natuurlijk een paar negatieve reacties. Hoe kan je nou zeggen dat jij het zwaar hebt? Terwijl kinderen die, of ouders die geen geld hebben, het veel zwaarder dan jij. En hoe kan je zeggen dat jij een moeilijk leven hebt in je nummers? Maar nu is dan mijn zusje helaas ziek geworden. En dan ga je zeggen van je hebt geen zwaar leven of je weet niks van... van het leven of je weet niks van pijn of dit. Terwijl ik denk van ja, je kent me niet. Dan wil ik wel zeggen van hé, maar waarom de fuck zeg je dit? Sam zit op de Herman Brood Academie, waar hij wekelijks nieuwe muziek maakt. Ik ben niet beter alleen. En dan pak jij hem zingen. En zo pak je hem in de tweede verse ook. Dus dezelfde melodie. Ik wil je vergeven, maar... We hebben er eentje gemaakt hoor. Hoe heet die? Hallucineren. Ja, we zaten net te denken, hallucineren. 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 Ja. Of hallucineer? Hallucineren. Toch slipper. Maar jou laten horen. Oké, okay, en dan moet ga jij ik. Een goede naam voor het nummer verzinnen. Meisje, nog steeds voel ik je handen. Nog steeds hoor ik je lach. Maar ik hallucineer. Zie dingen die hier niet zijn. Ja, het is wel hallucineer enkelvoud hoor. Toch wel, hè? Ik hallucineer. Ja. Sam is met meerdere nummers tegelijk bezig. Zijn track over de vooroordelen van het zoontje van zijn moet snel af, want hij wil het binnenkort uitbrengen. Beetje Lion King-achtig. Het is een beetje film. Simba. Hey. Hallo. Hi. Hoe is het? Hoi. Hi. Firoza. Ik ben Sander. Hi. Hoi. Hey man. Kerel, hoe is het? Hey, liedje. Lekker. Hoe gaat het? Ga je goed? Beetje last ben je weer een beetje rib, beter? Het beste is gewoon weer doorgaan. Ja, top. Leuk. Ik ben benieuwd. Die shit is raar toch, maar jij die weet niet hoe het voelt. Ben opgegroeid in een tijd waarin iedereen naar me kijkt. Niet een mening, maar een feit. Met mezelf in de strijd. Wanneer word ik publiekelijk bevrijd? En voordat ik verliefd ben op een meid. Ik zou er nog een stem op leggen, die het ook doet. Of misschien... Ja, maar dit is ook een freestyle, hè, dit. Ja, dat is te gek. Dus ik moet me misschien helemaal niet mee bemoeien. Nee, maar... En octaaf lager, ja. Zachtjes. En fluisteren. Ja. Dus als je hem influistert nog een keer in dezelfde tijd, ja. Dan heb je een soort van twinkel eronderin. En dan doe je nog een keer de hoge stem nog een keer dubben. Dat je hem... Nou, nog niet eens kop, maar gewoon dezelfde. Ja. En dan wordt hij wat voller en dan denk je ineens, wow, dan komt het... Ja. Ja, want hoe zie jij het onderwerp van het nummer? Nou, ik doe mijn best om niet te janken, want anders maak ik het zoveel over mij, weet je wel, dat wil ik niet. Het grijpt me aan, maar dat komt ook omdat het gewoon echt, en dat zeg ik niet omdat het mijn zoon is, want daar ben ik misschien nog wel extra kritisch op, hè? Maar het is gewoon echt gaaf. Kinderen van bekende Nederlanders zouden kunnen denken dat ze vaak hun succes in hun leven eigenlijk volledig te danken hebben aan het succes van hun vader of moeder. Dat zij het allemaal wel heel goed zullen hebben, omdat papa en mama veel geld verdienen. Dat ze sowieso veel geld hebben, dat ze alles krijgen. Ik denk dat ze toch iets minder moeite hoeven te doen om verder te komen in het leven. Dat alles zeg maar gewoon gegeven wordt zonder dat ze er moeite voor hoeven te doen. Dat ze alles in hun schoot voor krijgen. Ben jij verwend?
Nee, ik ben met alles tevreden in het leven. Kijk, tuurlijk woon ik in een mooi huis van mijn ouders. Maak ik mooie vakanties mee. Maar ik vind dat je dan niet verwend bent. Ik vind dat je, ja, dat is er gewoon. Dan hebben we rijk. Mijn ouders kunnen dan centjes hebben, maar dat zijn niet mijn centjes. Ik werk voor mijn eigen geld, zeg maar. Maar ja, snap ik dat mensen dat zeggen natuurlijk. Twee bekende ouders. Dus dat kan ik ook begrijpen. Maar voor mij ben je rijk als je gezond bent en gelukkig bent. En we hebben Nepo Baby. Weet je wat dat is? Ja, het is makkelijk uitgelegd, maar ik vergeet het de hele tijd een beetje. Het woord Nepo Baby waaide over vanuit Amerika. Het is iemand die zijn positie in de entertainmentwereld heeft te danken aan een bekende ouder. Of in Sam's geval, twee bekende ouders. Dat begrijp ik dat mensen dat denken, maar dat vind ik wel ook weer een beetje onzin. Omdat je moet het wel zelf doen. Mijn ouders gaan niet mijn tekst voor mij schrijven. Mijn ouders gaan niet voor mij het inzingen. Nou, ik kan me best voorstellen dat mensen het denken. He, dat je als je twee bekende ouders hebt, dat je dan voordelen hebt. Maar ja, het is echt niet zo dat ik even de radio kom. Ik zeg, hey John de Mol, hey grote vriend van me. Ik wil dat jij nu op jouw radiozenders zijn nummer gaat draaien. Zo werkt het echt niet. Maar dat heb ik ook nog nooit gevraagd, dat soort dingen. Want ik wil het zelf doen. Hij heeft eigenlijk altijd tegen mij gezegd, papa, ik wil het helemaal zelf doen. Ik wil jou, ik wil geen springplank. Je zegt, ik kan niet John de Mol bellen en zeggen van, oh, gooi hem even op de radio. Maar jullie hebben wel een duet gedaan op televisie. Ja. Dat kan ik niet doen met mijn vader. Nee, maar dat is het enige voorbeeld die ik nu ook wilde zeggen. Maar dat was een cadeautje voor zijn moeder. He, dat haar ex en haar zoon bij het afscheid van The Voice Kids. He, dus wij werden daarvoor gebeld. Nee, ze doelde op één, denk ik. Ik doelde inderdaad op dit live duet aan tafel bij Op 1. Is dan alles wat ik wil. Als het aan mij ligt, lieve schat, dan zal ik altijd voor je kiezen. In het leven soms verloren, maar jou wil ik niet verliezen. Maar de mannen traden ook op voor moeder en ex Wendy in een live uitzending van The Voice Kids. Het is dan wel een deurtje dat is opengegaan doordat jij vastzit aan twee ouders die bekend zijn. Dit is het enige voorbeeld inderdaad van, alleen het is niet dat hij daar zelf om vraagt. Hè? Ik had volgende dag of zo mocht ik koning interviewen of zoiets. Wat? Ja, je had nog iets lijps, ja. Volgende dag. Maar dat is echt extreem. Je bent 16 jaar oud. Je gaat met allebei je ouders op een podium staan. De volgende dag mag je de koning interviewen. Ja. Op je 16e. Ja. Dat kan nog niet zo zijn dat je op je 16e er al super hard voor hebt gewerkt, toch? Nee, dat was wel gek. Wat mensen soms vergeten dat ik ook zoon ben, is toch niks leukers dan met je pa een nummer kunnen maken. Als ik met hem op het podium sta samen op te treden, geniet ik van vader en zoon. En samen dingen te kunnen doen die je alle twee leuk vindt. Sam's docent Jos Bros luistert even mee naar het nieuwe werk van The Boys. Nog steeds hoor ik je lach, die verbeelding in mijn hoofd. Emotioneel. Je zegt die heb te veel pijn, maar je kan ook zeggen ik wil je vergeven, ook al doet het me pijn. Snap je? Ik wil je vergeven, ook al doet het me pijn. Heel intiem liedje eigenlijk. Ik vind het wel gewoon een toffe track. Nee, maar lekker bezig man, boys. Weet Sam al wie hij is als muzikant? Ik denk dat Sam's publiek in eerste instantie gewoon jonge meisjes zijn bij die optredens van je, als ik dat zie. En ik denk dat dat niet altijd terugkomt in de muziek die ik van je hoor. Dat jouw doelgroep is misschien. Klopt, zeker. Hoe zie jij dat? Ja, ik vind gewoon heel veel leuk. En als ik inderdaad alleen maar zou kijken naar mijn doelgroep, dan kan ik het beste Anto-muziek maken, om het even zo kort door de bocht te zeggen. Maar ik vind rappen gewoon heel leuk. Maar ja, ik probeer gewoon van beide te doen, mezelf tevreden te houden en de mensen die iets van mij willen horen tevreden te houden. Als je succesvol wil worden en je hebt eigenlijk al een doelgroep, is het dan niet handig om gelijk te gaan doen wat die doelgroep van jou verwacht? Ja, maar je moet ook doen wat hij wil. Ja, ik wou net zeggen, ik ben best wel mezelf vergeten eigenlijk. In omdat iedereen zegt van doelgroep en breng dat dan uit. En ik heb nu wel een paar nummers op Spotify, dat waar ik zelf eigenlijk niet achter sta. Als ik het hoor, zet ik het af en ik vind het helemaal niet hard. Dus maar je kan je oude shit eigenlijk niet meer luisteren? Nee, sommige wel hoor. Ja? Maar dan een paar nummers, bijvoorbeeld Halleluja, een van mijn eerste nummers. En Kwijt, een van mijn laatste nummers. Ja, heb ik zelf ook nooit echt hard gevonden. Ben je kwijt? En nu het nummer wat ik zeg maar nu aan het maken ben ook is echt mijn gevoel en dat is voor mij muziek maken. Wat is onderdeel van dat vooroordeel dat mensen over Sam hebben? Of kunnen hebben? Nou, dat hij van bekende ouders komt, toch? En dat het hem allemaal aangereikt wordt. Misschien zit dat stigma er een beetje aan, maar hij moet toch zelf laten zien dat hij het kan doen. Dus ik denk
aan de ene kant dat er bepaalde deuren voor hem open kunnen gaan. Maar als we dan bijvoorbeeld praten over hip-hop of muziek, ja, ik weet niet wat zijn ouders daarin voor hem kunnen betekenen, want die zitten ook in een ander werkveld. We gaan naar de kapper. Ja, dat is wel even nodig. Ja? Het hangt er maar bij. Weet je al wat je wil? Zeker weten, ja. Sam zou vanavond optreden, maar daar voelt hij zich niet goed genoeg voor. Wel wordt er gefeest, want vannacht is hij jarig. Oh, wat is dit? Dat wist ik niet. Sam, hoe vaak ga je naar de kapper? Nou, niet zo vaak eigenlijk. Ik denk 1 keer per 3 weken. Ja, nu was ik 2 weken geleden. Is hij ijdel? Sam is best wel ijdel, zeker. Ijdel? Ik heb het niet tegen jou. Sam, je hebt natuurlijk ook af moeten zeggen door de pijn. Die show vanavond, ja. Ja. Voel je je dan schuldig tegenover die mensen? Nou ja, schuldig. Mijn eigen gezondheid gaat voorop natuurlijk. En natuurlijk, ik vind het jammer. Helemaal voor mensen die kaartjes hebben gekocht. Zoals Mikey. Ben je al wel eens naar een show geweest? Ja, ja, wel vaker. Ja? Zeker. Het is wel grappig om iedereen zo gek te zien gaan. Tegenaan de meisjes van die daar komen. Ben je me kwijt? Ben je me kwijt? Is het weer over tussen jou en mij? Hebben mensen veel vooroordelen over Sam? Buitenaf zeker wel, denk ik, ja. Alle mensen die hem echt kennen, die weten al wel gelijk wat is, zeg maar. Ja? Ja. Want hoe zou jij hem omschrijven? Een hele grappige jongen met een heel goed hart, zeker. En gewoon nuchter, hij is gewoon... Zometeen niet. Hij doet zich niet. Wat zeg je? Ja, zometeen ben ik niet nuchter, kan ik je vertellen. Ja, want je bent jarig ook nog, ja. Hè? Ja. Ik word steeds bruiner, hè? Of niet? Ligt aan mij. Ik heb net bruiningscreme opgehaald, ik was zo wit. Ja, dat ontwikkelt, hè? Als ik nu 18 zou zijn, zou ik echt zoveel muziek uitbrengen in plaats van nu pas. Maar ja. Maar soms heeft het ook te maken met de tijd, de juiste tijd. Weet je, want wat je misschien nu hebt, had je toen niet. Dat is hier helemaal top. Frisse jongen. Kijk, ik heb dit nog nooit gedaan. Dit is wel heel strak. Is dat zo? Kom op, oma Tini. Ja? Boom. Ja. Bij de champagne. Ja, er zijn 12 gasten onderweg voor Sam's grote 21-diner. En Xander, die kan niet wachten. Wendy belde net dat jullie twee elkaar gemist hadden. Oeh, ik word gewoon gestrest van jou. Hoezo? Je zit zo hoog in je eten. Ik ben mega relaxed. Hartslag is 60. Luister! Kut. Oké, wacht. Dit kan helemaal niet. Hier, langs de stofzuiger, kom. Yo. Ah. Boys. Oh, ben jij ook ober dus? Ja, wij zijn ober. Oké. Okay. Oh ja. Hey. Hey, lieverd. Wat een verrassing jullie zijn. Oh my god. Echt lief. Echt niet normaal, joh. Ik voel je weer wat beter. Ja. Fijn, man. Ik wil drank. Hoe kijk je naar die boys? Dit is je harde kern. Dit is mijn harde kern, ja. Ja, tot. Ja, dus ik ben lieve gast om mee. En al die ballonnen en zo mooie tafel, alles zo prachtig gedaan. Heel dankbaar. Thanks jullie allemaal zijn, ik hou van jullie. Jullie zijn geen vrienden, jullie zijn broeders. En we gaan een gezellige avond hebben. Let's go!